Ryan Donk maakt voor de training wel tijd voor zijn fans, maar het is niet met de brede glimlach die we gewoon zijn. Met ons praat hij niet. Hij verwerkt het overlijden van zijn oma liever in alle stilte. Of op het veld, zoals gisteren. Toen maakte de Nederlander in blessuretijd de 1-1 en bezorgde de club zo in extremis nog een belangrijk punt. Volgens aanvoerder Karel Hoefkes is het geen toeval dat hij scoorde. We hebben ook met Ryan gepraat voor de wedstrijd, ook sms'jes gestuurd en zo. En dan is dikwijls de vraag weer gekomen van ja, wat zou je grootmoeder zelf willen? En ik denk dat elke grootmoeder haar kleinzoon wil zien schitteren. En daarom iedereen zegt van ja, dat is toch ongelooflijk toeval dat Ryan dan scoort gisteren. Maar voor mij is dat helemaal geen toeval. Dat is gewoon, dat moet zo zijn. Normaal ging Donk gisteren niet eens spelen. Hij kwam rechtstreeks van de begrafenis in Amsterdam en arriveerde door files pas een kwartier voor de wedstrijd in Luik. Hij startte op de bank, maar halverwege de tweede helft vroeg hij zelf aan Christophe Daum of hij mocht invallen. 20 minuten later scoorde hij de 1-1 en werd hij de held van de avond voor club. I'm very happy that Ryan was coming from the funeral back. That shows his character at this day to come in such a difficult game as Ryan Donk did today. Oh, I can only say I have a big respect to such a personality. Uitgebreid vieren deed Donk niet na zijn doelpunt, maar hij droeg het wel op aan zijn oma. Na een moeilijke dag werd hij dus nog de verlosser van club.